Dus dan wordt het heel kalm. Ik mag... Jawel! Die mag ik wel! Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Avatar Lock Randomizer. Deze aflevering gaan we kijken of we een beetje wat battles kunnen gaan doen. Want we hebben in route 1 best wel wat Pokémon's kunnen vangen. Tenminste, ik heb er nu 5 in mijn team geloof ik. Maar ik ga ze niet allemaal in mijn team houden. Doe ze even rustig. Venomoth is poison. Die mag ik. Dat klopt ja. En hij is ook bug, dus dan mag je hem ook. Is hij niet fire? Nee. Oh. Nou, en ik mag hem. Wajo, ik moet meteen tegen een Silvally. De eerste. Wauw. Goed bezig. Oké, ik heb 4 Pokémon. 3 Pokémon, sorry. Ik zou gewoon tellen. Oh, hij heeft Fire Fang. Hoe ga ik dit doen dan, jongen? Even kijken. Hoe ga ik deze gast noemen? Vincent. Ik heb geen idee. Vinny. Vind ik een mooie naam. Dit gaat een moeilijke fight worden voor mij. Zit jij al tegen de eerste trainer? Ja, ik schiet tenminste een beetje. Jongen. Ja, maar ik moet nog Pokémon vangen. Oké, hij doet Ice Fang. Oké. Altaria, rot op. Ik hoef jou niet. Dat hoort hij vast vaker. Nou ja, zeg. Nou, ik denk dat hij dat echt wel vaker hoort. Ik denk dat hij dat wel in meer Avatar Locks heeft gehoord, namelijk. Oké. Ja, je mag Altaria nou eenmaal alleen vangen als je Fire of Luchtnatie bent. Dus, daar klopt. Ik moet die Grinnidos eventjes gaan trainen. Ik wil een Pokémon die ik kan vangen, maar nog niet gezien heb, die leuk is. Moolava! Ja, die mag ik niet. Nee. Helaas voor jou. Nou, dat vind ik wel jammer, ja. Waarom ziet hij er zo leem uit in deze game? Echt, hoor. Nee. Zijn vuur staat niet eens aan. Een Graveler. Ze maken het me niet makkelijk in het begin. Nee, dat hoeft ook niet. Doe eens normaal, Sander. We zijn niet eens tegen elkaar. Echt. Ik word weer zo gemisgund hier. Nee, dat was niet zo aardig van me. Daar ben ik het wel mee eens. Als je dat maar even weet. Oh, Kulava is neer. En geef me maar wat XP. Oh, wanneer krijg ik wat experience share? Want dan kan ik gewoon... mensen trainen zonder te trainen. Ja, dat duurt niet zo heel lang meer. Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk nog best wel wat tutorial te gaan. Maar na het eerste grote stadje, zeg maar. Dus dat duurt niet zo heel lang. Oké, dat is chill. Oh, ik moet trouwens... Hoe switchen? Ook weer. Oh, je moet op I drukken. Ah, vandaar. Ja, ik kan het ook gewoon met de touchscreen doen, zeg maar, met je muis. Oh, kijk. Nou, ik wil eerst even tuinslang trainen. Kijk, ik ben expres... Ik heb nog niet tegen die eerste trainer gegaan hoor, want ik wil niet doodgaan eigenlijk. Ik ben expres mijn Cranidos aan het trainen, dat hij een rockaanval leert, dat ik misschien een beetje kans heb tegen die Mega Charizard straks. Cranidos, je hebt een fucking Cranidos? Bruh. Oh, leg jij wel op als ik wat tegen jou zeg. Dat is ziek, wanneer heb je die gevangen? Dat was al deze aflevering? Nee, dat was de eerste Pokémon die ik ving, de vorige aflevering. Oh, dan heb ik niet goed opgelet. Welke Pokémon heb je nu allemaal? Want ik zal zo even kijken. En dan ga ik ook meteen eventjes, als ik ze toch ga bekijken voor je, ga ik heel even kijken wat hun abilities allemaal zijn. Waar kun je healen trouwens? In je huis, als het goed is. Even kijken hoor. Ja, nou, dan heb ik het terug. Summary. Ik heb een Cranidos met Flashfire. Flashfire is powers up the fire type moves. Oh, daar heb ik dus niks aan. Mm.
Ik dacht dat het die andere was. Ja, dat je het? Iemand geburnt kan raken als je raakt, ja. Zeg maar. Ja. Ik heb... Nee, dat Fire-type, zeg maar, dat je daarvan hield. Toch? Heb je ook één? Oh, dat zou best kunnen. Ik heb een Viking Vault met Damp. Prevents use of explosive moves such self-destruct. Self-destruction, ja. Yeah. Nice. Ik heb een Bunnelby met Vital Spirit. Oh, dat is wel chill. Behalve dat het een Bunnelby is. Ja, hij kan niet in slaap vallen. Ik heb een Venipede met Sweet Veil. Prevents itself from falling asleep, ook al. En, dit is een goeie, denk ik. Ik heb Ferroseed met Battle Armor. Die kan niet gecrit worden. Oh, dat is goed. Blaze, daar heb je echt niks aan. Op een Water type. Speedfield, nee. Dat wist ik al. Alleen bij... First body. Simple move van de opponent, oké. Okay. Bij... Minus, god voor de tyfus. Had die minus niet op de Galarian kunnen staan? De Sixagoon bedoel ik. Hoor jij wel wat als ik iets zeg? Of, Ja. Oké. Ik wou zeggen van... Oeh, een Tyrant! Die mag ik vangen. Nu weet ik het ook niet meer gewoon. Oké. Wat ik ook wil zeggen. Nee. Je moet straks even naar je moeder lopen, want daar krijg je een Great Ball. Oeh. Oh, Tangela. Poch. Hebben we ook dezelfde seed? Of hebben we een andere randomizer? Nee, we hebben een andere randomizer. Nice. We hadden ook andere starters, hè? Oh ja, tuurlijk. Dat had ik. Ik ga zo'n pokeball gooien op die Tangela, denk ik. Dat lijkt me een goed idee. Ik heb natuurlijk al wel een grass type, maar goed. Voor het begin kan je geen genoeg Pokémon hebben. Precies. Dus. En tuinslang, die wordt levelt natuurlijk ook op als je... Hoe heet het? Als je Pokémon vangt, ja, klopt. Ik noem hem spaghetti. Ik weet niet of dit is hoe je spaghetti schrijft, maar... S-P-A-G-H-E-T-T-I. Ja, dubbel T, dat had ik. Ja, yes. Goed zo. Poch. Oké, en de volgende is een Venomoth. Die heb ik al. Je weet hoe Tangela evolueert? Nee. Dan moet hij Ancient Power kennen. En dan level uppen. Oké. En die leert hij met level up toch wel? Ja, als het is wel. Ja. Nice. Oké, deze Venomoth gaat. Oh, ik kreeg een Pokeball. Ik kreeg niet eens een Great Ball. Jij niet? Wat? Ik kreeg een Great Ball. Oh, dat is gerandomized misschien, joh. Oh, dat zou kunnen. Dat is wel heftig dat we allebei een Pokeball dan kregen. Zeg maar. Ja. Oh, dat zou goed kunnen. Het is niet zo dat in deze game. Deze randomizer werkt natuurlijk anders. Is het niet zo dat. Pokeballs en Pokeballs gerandomized zijn? Nee, want het is dezelfde randomizer als die andere, maar dan een geüpdate versie. Oh, echt? Oh, ja. Ik denk dat moet helemaal zieke hackerboy zijn, maar dat hoeft helemaal niet meer. Dat moest vroeger dus ook, maar ze hebben zeg maar die andere randomizer die wij normaal altijd gebruiken, gewoon geüpdate. Wow, nice. Echt fucking veel verschillende Pokémon's hier. Nu kom ik weer een Kangaskhan tegen. Ik weet niet of ik die gevangen trouwens. Oeh, Stacy! Ja, trouwens. Heeft ze ook een moeder toevallig? Ik snap hem. Stacy's mom is coming. Ja. Ik dacht toch zo van, beter begrijpt iemand dan anders, dan wordt het echt zo van, wat zeg jij? Oké, dit wordt wel die Swadloon. Ja, dat wordt wel een dingetje. Ik ga denk ik gewoon naar Omelet. Is dat geen grassige Pokémon, Swadloon? Ja, dat is grasbug, denk ik. Nee, ik denk niet dat die bug is. Oh, dat dacht ik altijd. Nou, dan is hij niet bug. Ik ga het nu ook opzoeken ook. Swadloon. Pokémon. Bug Grass, zelfs de eerste typing is zelfs bug, gast. Wow, sorry dat ik besta. Nee, geeft niet. Foutje kan gebeuren, gast. Je moet jezelf niet zo blamen, weet je. Je hebt er ook gewoon een zwaar leven. Dat is waar.
ondanks dat je niet verliest in Mario Party. Maar goed, dat even terzijde. Die ene... Voor een tweede trainer. Die ene die ik van Justin had gewonnen, hè, die komt als het goed is woensdag online met een beetje geluk. Ah. Die heb jij nog niet helemaal gezien, dus ik zou zeggen... Ik heb een skullfossil. Wanneer kunnen we fossils... Dat weet ik in deze game even niet. Maar ja, heb je wat aan die fossils? Als in, mag je die gebruiken? Ja! Dat weet ik. Oh ja, tuurlijk, dat moet ik ook nog. Maar zijn die niet gerandomized? Ik denk dat je die Dartrix ook, dat die direct capture is. Ja, hey, ik heb een Torterra guaranteed capture, dus ik zat al hartstikke hard te juichen. What? Want ik heb een fucking Torterra gast. Ja, nee, dat is mooi. Dat is ziek. Nu ga ik echt ownen. Hoeveel level was die? Ik weet alleen niet hoe ik hem noem. Doe hem schildpad. Heeft die schildpad van in Avatar een naam die ja, ik zo dacht, leert hoe oh die... Oh mijn god, Sander, jij hebt gewoon, jij denkt precies wat ik dacht. Dat is fucking eng. Maar alleen, ik kon niet op die naam komen, dus toen zei ik maar schildpad. Oeh, een ja, slecht. Ik weet ook niet of die een naam heeft überhaupt, maar... Ik noem hem... boompad? Nee, dat is... Schildboom! Schildboom! Nee, dat is ook niks, maar... Ik weet niks beters, dus... Dan toch. Dus dan wordt het schildboom. Ik mag... Jawel! Die mag ik wel! Wat heeft die? Solgaleo. Oh ja, tuurlijk hoor. Deze man heeft weer... Oeh, wel level 2. Dat is wel een beetje... Jammer, maar ik ga hem wel voorop zetten, want ik wil Torterra ziek. Torterra is gewoon geweldig. Oké, ik moet even trainen, want zo'n Torterra is chill. Oh, een Arbok, die mag ik ook vangen. Oké, nou, weet je, ik heb nog Pokeballs, ja. Waarom niet? Ik denk alleen wel dat ik zelf liever Venomoth eerst gebruik. Maar goed, het is een goede backup. Goede backup poison type, dus... Daarom. Hij gaat nu denk ik al direct naar mijn box, omdat ik een full team of 6 heb, maar... Oh, schildboom leveltje hoog. Oh, ik ben zo blij met mijn Torterra. Snap ik. Ja, dat is... Zal ik hem Char noemen? Van Charbak. Ja. Je kan hem ook James noemen. Of Jesse. Waarom James? Waarom Jesse. Niet Jesse dan? Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Jesse. Vind ik wel een leuke naam. Het is wel een jongen, maar op zich, Jesse kan volgens mij ook wel voor, ja, dat kan. Voor een jongen. Dat kan zeker. Dus, Centerbox. Oh, je mag hem direct in je party doen als je wil. In deze game natuurlijk. Oh, dat is ook ziek. Dat is echt een goede toevoeging. Ik heb het gevoel dat ik zo meteen weer tegen Hou moet. Dan word ik echt boos. Ja, snap ik. Dan gaat... Met z'n kut Charizard. Ik hoop niet dat Charizard je inmaakt, maar... Ik vrees het ergste. Oeh, mijn Torterra weet al allemaal moves, jongen. Echt ziek. Is echt niet normaal. Ik voel me very lucky vandaag. Ja, dit wordt wel echt een feest. Ja, ik moet als het goed is tegenhouden. Ja, dat wordt wel een probleem. Maar misschien kan ik een heel end komen met Cranidos. Heeft hij al een rock aanval? Of? Nee, dat is een beetje jammer. Ik hoop wel dat het een beetje te doen is, want ik vind een Mega Charizard Eye wel iets dat ik denk, dat is wel een beetje... Unfair, nou, ik weet niet of het de ei-versie is. Het is die normale kleuren, die oranje, zeg maar. Ja, X is volgens mij de dragon. Okay. Oh, hij heeft ook nog een Delphox. Wauw. Allebei vuur-Pokémons. Dat is echt Delphox wat ik niet kan hebben. Delphox is ook de start van Gen 6, toch? Ja. Final of middle? Final. Oeh. Oh ja, Braxton is de middle, zeker. Ja.
Ja. Jongster Malcolm. Nou, weet je, Malcolm. Nou, dit kan trouwens best goed worden. Want oh, is even rustig. Deoxys Defense Form, gast. Oh. Ik heb nog geen Dark-type move. Het grote voordeel is wel dat als mijn Cranny Dos deze Delphox kan verslaan, wat wel gaat gebeuren, denk ik, ja, dat hij misschien level up gaat en dan een rockaanval leert. Oké, dat is gunstig. Ik ga gewoon Razor leaven. Nee, ik leer Focus Energy. Oh, ik ga nog een level omhoog. Hé, dan heb je wel guaranteed crit volgende beurt, dus... Oh, Rap, dan ben je locked in, of niet? Ja, volgens mij wel. En wel potions? Ja, je hebt 5 potions gekregen van Kukui. Oké. Nee, want het is wel een Nuzlocke, dus ik moet wel mijn best doen, zeg maar. En niet mijn Torterra verliezen, het liefst. Oh, dat heeft veel damage! Natuurlijk locked in omdat de rap bezig is. Oh, misschien had ik beter absorb kunnen doen. Ondanks dat het minder damage doet, hield dat me wel. Dat zijn keuzes. Ik denk dat ik gewoon ga healen met een potion. Flashfire is op zich super goed, want hij probeerde nu Ember te doen en nu dat deed nu niks. Oh ja. Dus dat is hem wel, die ik dacht. Of ja. Nou ja, die ik dacht. Daarvan kreeg je ook damage terug, maar dat is dan niet helemaal. Nee. Maar wel ongeveer. Oké. Okay. Oh, ik ben geflinched. Dat is kut. Ik ga het niet risken. Ik ga nog even healen. Eigenlijk is het gewoon de lightning rod van de fire. Ja, eigenlijk wel. Nou, lightning rod is nog iets anders, hè. Want met Lightning Rod, als je een double battle hebt, dan trek je ook elektriciteit aan, zeg maar. Dus dan kan je ook niet op die andere. Want ik zie trouwens dat mijn Solgaleo een item heeft. Dus moet ik zo meteen even checken welke item dat is. Oh, mijn Tutera heeft echt 4 levels omhoog. Maar welke item hij heeft, sorry. Ik zit echt ik zei mijn Solgaleo heeft een item. Dan moet ik zo even kijken welke item dat is. Weet jij wel welke ability die heeft? Nee, heb ik ook nog niet naar gekeken. Oh, dan ga ik bij mijn tutorial trans ook eventjes naar kijken. Heeft Blaze. Oké. Okay. Oh ja, volgens mij wist ik dat al wel. Misty Search. Oh ja, dat wist ik ook al. Oh nee. Wauw, zowel mijn Torterra als mijn Gorbis hebben Blaze. Ah, dat is wel fucked up. Als hij mij nou crit, word ik echt boos. Nee, hij heeft me niet gekregen. Oh, hij flinched me. Dat is echt... net zo kut. Ik heb wel echt maar 3 Pokémon getraind voor Hou, dus... Ja, ik weet niet hoe hoog Hou Pokémon is. Het valt wel mee. Ik heb had maar 2 Pokémon's van level 7, dus... Ik heb wel heel veel geheeld. Dat... Ja, kut. Nu moet ik nog een keer healen. Zijn Pokémon's ook level 7? Armaldo is Rock en... Buck. Dus die mag ik wel vangen. Ja. Ja, ik ga dat wel doen, man. Ik ga dat wel doen. Oh. Nou, Charizard gaat dood. Oh, wee, als hij me weer flincht. Oh, nee. Oké, ik heb hem verslagen. Kijk, lekker. Er zit trouwens nog wel een verrassing in de game voor jou. En dat is niks wat waar je van kan verliezen of zo. Dus, Static Encounter? Bedoel je? Als verrassing? Sorry? Een static encounter? Nee, geen static encounter. Maar wel, het heeft met de trainer battle te maken. Oké, okay, ik heb geen idee wat je bedoelt. Ik zal het anders wel zeggen, want misschien kom je het niet tegen. De trainers kunnen shinies hebben. Oh, what the fuck? Armaldo, ik heb geen idee hoe ik een Armaldo moet noemen. Help. Vincent? Dat is mijn go-to. Ik heb al Finny. Oh ja. Senti? Nee. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten, Sander. Maak er iets moois van, zou ik zeggen.
Steenboy met een I. Hoe? Steenboy met een I. Oké. Oké, Galarian gaat weg. Oftewel, mijn Zigzagoon. Daar zijn we weer vanaf. Nou ja, wat een haat. Ja, je zou zeggen, als je hem zo haat, waarom vang je hem dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee. Om iets achter de hand te hebben. Ik vind Expat wel beter dan zo'n Zigzagoon. Dus ik zou hem haast willen vangen. Maar ik heb nog maar 3 Pokeballs. Dus misschien moet ik iets rustiger aandoen. Weet je welke Pokémon ik hoop dat jij tegenkomt? Nou? Om te vangen? Poipol, dat is echt een vette Pokémon. En die is Poison, die mag jij. Poipol. Ja, dat is Poipol. Die Ultra Beast die in deze game erbij is gekomen, weet je wel? Die kleine vliegende ding. Oh, ja, die met die... Ja, ik weet, die paars-rossige. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kijk, deze weet ik wel. Deze noem ik gewoon Harry. Explode. Harry. Ja, ja, het is wel accuraat. Kijk, dat lukt dan weer wel. Maar ja, zo'n Armallo. Ik ga denk ik eerst nog eventjes niet in mijn team doen. Dan zien we het later wel. Misschien heeft hij straks huge power of zo. En dan baal ik echt dat ik het niet in mijn team heb gedaan. Maar goed. Ik zal het niet weten, want ik heb er niet naar gekeken. Nee. Oké, ik ga nu zo'n preschooler verslaan. Doe dat eens. Ik wou een beetje achter waarschijnlijk. Maar heb je hou nog niet gedaan? Nee. What the fuck ben je aan het doen geweest dan? Pokémon vangen. Wauw, ik loop weer fucking ver voor. Ja, ik ga nu eventjes straight to the point. Ik heb een Dragon Gem van Diatti Solgaleo. Ja. En even kijken. Hij heeft Wonder Skin. Wat is het voor ability? Oh, allemaal beesten. Hero. Oh, hoe heet het? Solgaleo heeft Wonder Skin. Dan heb je grotere kans dat dingen missen. Status aanvallen. Oké. Okay. Dus een Thunder Wave, zeg maar, heeft dan veel minder kans om te raken. Ah. Deze muziek is zo fucked up. Wat is... En mensen vinden het Lavender Town muziekje eng. What the fuck, die was veel enger, boys. Wat, dat liedje van die... van die, ja, van die beesten, zeg maar. Hoe een nestbal. Ja, ik vind dat enger dan het Lavender Town muziekje, maar... Het zal aan mij liggen. Een Machoke. Hey, die mag jij vangen. Dat klopt, ja. Maar jij komt hem misschien tegen. Dat weet ik niet. Nu ben ik ook niet zo fan van Machoke. Ik heb trouwens wel de evolutions gezorgd dat je alle trade evolutions gewoon kan doen, zeg maar. Als het volgens mij level 39 wordt, als ik het goed heb. Dat is pog. Ik wil zeggen, waarom hebben we dan vorige keer... dat op een andere manier gefixt, maar toen hadden we natuurlijk nog geen de randomizer niet, dus die ook niet die setting dat gebeurt. Precies. Maar mijn brein dacht eventjes, hé, wat? Ik heb wel 2 Pokémon van level 8. Oké. Okay. En 1 van level 6, en de rest is allemaal level 3, maar dat maakt niet uit. Daar hebben we het eventjes niet over. Oh, waarom praten mensen zoveel in deze game? Dat is wel echt een nadeel van deze game. Ja, de tutorial is echt fucking lang. Want ik ben nu in dat hutje waar je die Rotom en die Pokédex gaat. En dan moet ik daarna nog de trainer school. En daarna moet je nog leren hoe je hallo zegt. Oh ja, ja, belangrijk. Ik zei in het begin van, we hebben de eerste 2 afleveringen, hebben we tutorial. Maar het worden echt de eerste 5 als het zo doorgaat. Ja, maar ik schiet ook niet op. Nee, oké, dat is waar. Maar ik wel. En dan nog duurt het lang. Ja, oké. Nou, mijn moeder gaat mooi kijken hoe ik hou verslaan. Dat vind ik leuk. Alhoewel, hij heeft nog een extra Pokémon nu natuurlijk. Misschien is dat wel een hele goeie. Dit zou zomaar kunnen. Toekennen. Dat wordt oprecht wel een probleempje, hoor. Want dat is flying. Dat klopt, ja. Dat is een Pokémon die ik nog nooit heb gebruikt, toekennen. Nee? Nee.
Ja, hij kan tuinslang. Die heeft Confusion. Ja. Dit is niet super effective, maar... Het is ook niet super... Ah, ik wou hetzelfde zeggen. Ik wou exact zo zeggen. Kijk. We liggen echt op één lijn vandaag. Ja. Dat vind ik wel mooi. Great minds think alike. Zeker. Dat is het. Oeh, een eclipse. Oh, confused. Hoe klein is die kans dat je met confusion ook echt confused? Volgens mij is die kans echt heel klein. Ja, niet zo... Maar bij mij gebeurt het gewoon. Nice. Wat is die ene Pokémon waar je tegen moet? Toucan. Oh ja, Jezus, hadden we het net over. Ja, ik dacht ook eventjes van, hè, wat? Ja. Wait, what happened? Maar toen dacht ik, wacht, je hebt het waarschijnlijk gewoon niet onthouden, of niet? Oh, nee, dat meen je niet. Ben je nou al een Pokémon kwijt? Wat een Echoed Voice gaat zeker steeds sterker. Is dat zo? Dat moet haast wel. Oeh, ik kom jouw favoriete Pokémon tegen. Oh, wat leuk. Een Torquet. Nee, een Delcatty. Hater. Ja, nee, ik denk dat Echoed Voice steeds sterker wordt, man. Oh. Ik had gewoon moeten healen. Dit is ook... Ja. Wie is er dood dan? Tuinslang. Enige water type. Sad. Ja. Nee, dit is wel mijn eigen schuld. Ik wil even iets opzoeken. Serbi. Maar wel jammer. Ja, dat is zeker jammer. Dat is geen goed begin. Ja, dat is waar. Delcatty is gewoon normal, hè? Die is niet eens fairy. Nee, die verdient dat ook niet. Wat een haat. Oh, wat? Rage Relief is effective tegen deze Dewpider? What the fuck? Oh, Buck, tuurlijk. Never mind, dat had ik kunnen weten. Ja, Sander, dat had je gewoon kunnen weten. Nou, ik wist het ook, anders dan verbeterde ik mezelf niet. True story. Oké, deze Delcat die gaat gewoon dood. Want als hij dan niet twee keer niet in de Pokéball wil zitten, dan is het klaar. Die ga ik trainen. Die vertrouw ik niet. Nou, natuurlijk niet waar. Speedo maar. Wow, wat vet. Wow, een Pokémon Battle. Nog nooit gezien. Wow. Ja. Oh, deze Delcat die haalt echt bloed onder mijn nagels vandaan. Oh, dat is niet best. Hoe is dat? Wat kan die doen? Ja, hij zinkt elke keer. Dus hij laat de hele tijd sleepen. En ik kan wel proberen weg te rennen. Maar ja, dan kan ik net zo goed proberen hem te killen voor XP. Ja. Want ik heb Vikervolt. Nou ja, die kan nergens van wegrennen. Ja. Ik vind één ding wel heel grappig. Wat? Zeg maar, Oei zei zo net dat er vier eilanden zijn. Weet je wat hij toen deed? Hij stak al zijn vingers in de lucht. Ja. Hij is echt een debiel. En ik dacht dat ik dom was. Nou, nu valt het wel mee. En dat is dan de champion. Sure. Of, oh. I spoiled the game. Hoe durf je? Oh nee. Ja, gelukkig heb ik niet gezegd dat Blue de champion is in Fire Red. Red en Blue. En Yellow. En Leaf Green. En let's go! En Fire Red? Let's go, Fire Red, wat? Oh, ik moet de Galandorus Therian vorm. En het is een trainer battle. Ik ben nu bij mijn moeders huis. Waarom haat het leven mij? Ja, daar ben ik ook nog steeds niet achter. Je weet wel dat we het gewoon extra moeilijk voor onszelf hebben gemaakt nu een randomizer doen, hè? Ja en nee, want ik denk ook dat het... Dat het makkelijker... Als je bepaalde Pokémon hebt, dan wordt het ook wel weer makkelijker natuurlijk, hè? Oh, ik werd bijna gewoneshot. Het ligt er een beetje aan welke Pokémon je krijgt, maar... Mm-hmm. Ja, op zich heb je wel een punt. Het scheelt dat ik een water-Pokémon verloren ben, want het is echt super
makkelijk om een water Pokémon te vinden. Want yeah. bijna alle Pokémon zijn fucking water. Ik had in Shuffle Lock, het is mogelijk een spoiler, ik weet niet wanneer deze video online komt. Morgen over 2 weken. Oh nee, dan is het een spoiler, shit. Nou, misschien dat dan ze daarom juist zeggen. Wel naar je Shuffle Lock willen kijken. Nou, ik heb dus elke gym battle... Dit is aflevering 2, dus donderdag over 2 weken. Nou, dat maakt niet zo heel veel uit. En dan staat hij alsnog niet online, denk ik. Nee. Maar, nou ja, maakt niet uit. Ik heb dus Shuffle Lock, dat betekent dus dat na elke gym battle wordt je team gere-randomized. Ja. Dus ik heb Pokémon, worden andere Pokémon. Na de tweede gym, mogelijk had ik een aantal water-Pokémon. Allemaal water-Pokémon. Redelijk veel, vond ik. Na de tweede gym? Ja. En de derde gym is? Welke game doe ik weer? Oh, je doet... Misty. Ik heb Misty verslagen. Oh, dan heb je allemaal water-Pokémon. Dan moet je het tegen een elektrische Pokémon. Tegen een elektrische gym. Ja. Dan ben je fucking hard genaaid. Ja, nou ja. Ik hoop dat er nog wat encounters komen, maar volgens mij ook niet zoveel. Maar goed, ik wil niet te veel spoilen. Ik heb die echt vandaag ook opgenomen, want ja. Het is pas net begonnen. Maar, een Rockruff. Ja, die mag ik niet, maar wel leuk. Is Rockruff niet normal ook? I don't know. Dat schiet niet op. Maar ik weet het niet. Nee, okay. Ik wil eigenlijk de aflevering zo beëindigen, Sander. Zou ik dat nu doen? Anders dan ga ik in een trainer battle. Ja, dat is goed. Een Ralts. Die mag ik niet. Dat is Psychic Fairy. Dat klopt, ja. Jammer. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van de Avatolog. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van de Avatolog. Alleen Sander, jij was alleen Gorbis nog kwijtgeraakt. Oké, nou, als het daarbij blijft, dan komt het helemaal goed. Ja, daar houden we het voor niet bij. Heel goed. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.